Dit is Drenthe Nu van woensdag 20 juli met onder meer twee mannen opgepakt voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk op de A28 bij Bijlen. Overal kom je de omgekeerde vlag tegen in onze provincie. En de nachtwacht onthult in Asser verzorgingshuis. Het weer, ja, we hebben deze dag niks anders meer over. En we puffen wat af met deze hitte. Maar er komt verkoeling aan en daarover vertel ik straks meer. Goedenavond. Voor het veroorzaken van een ongeval op de A28 bij Bijlen zijn twee mannen opgepakt. Bij het ongeval afgelopen vrijdag kwam een 56-jarige motorrijder om het leven. Rond 3 uur in de middag zette op die bewuste vrijdag een vrachtwagenchauffeur zijn wagen stil bij Bijlen. Achter hem botste een busje en motor op elkaar. De motorrijder kwam daarbij om het leven. Ja, eigenlijk spreek je over twee incidenten die zich hebben voorgedaan op de A28 nabij Bijlen. En dat is een incident waarbij een vrachtwagen tot stilstand is gekomen op de snelweg, waardoor er een file is ontstaan. Een achteropkomend motorrijder kwam in die file te staan en die is vervolgens weer door een busje achterop gereden. Dat is eigenlijk incident 2 geweest. Er zijn dus ook twee verdachten. Wie zijn dat en waar worden ze van verdacht? Eén verdachte is een Brabantse vrachtautochauffeur. En de tweede verdachte is iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats. En dat is dus de bestuurder van het achteropkomende busje geweest. Boerenactiegroep Agractie riep Nederlanders op zich solidair te tonen met de boeren door op die vrijdag om 3 uur 15 minuten lang het werk stil te leggen. Op verschillende plekken in het land werd op snelwegen het verkeer stilgelegd. Het OM kan nog niet zeggen of de vrachtwagenchauffeur ook meedeed aan die actie. Je houdt natuurlijk in het kader van onderzoek overal rekening mee, maar het is nog te voorbarig om nu conclusies te trekken. Het onderzoek loopt nog. De conclusie die je kunt trekken is dat het gewoon levensgevaarlijk in ieder geval is om je voertuig tot stilstand te brengen op een autoweg of een autosnelweg. Nou ja, er kan natuurlijk ook een technische oorzaak zijn. Er kan natuurlijk van alles kan ten grondslag hebben gelegen aan het feit dat deze vrachtwagenchauffeur zijn voertuig tot stilstand heeft gebracht. Dus we houden alles op. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. Beide verdachten zijn afgelopen weekend na verhoor vrijgelaten. Wel zijn hun rijbewijzen ingenomen en ze blijven verdachten in dit onderzoek. Nog steeds komen op tal van plekken omgekeerde Nederlandse vlaggen in het straatbeeld. De vlag wordt samen met de rode boerenzakdoek gebruikt als een boerenprotest tegen de stikstofmaatregelen. Afgelopen avond kwamen er weer tientallen vlaggen bij in onder meer Anne en Zuid-Laren. Om de zoveel meter weer een boom of een lantaarnpaal met een omgekeerde vlag. De protestactie gaat als een lopend vuurtje door de provincie. Ja, klopt. Ik begreep van de bouwmarkten waar wij ze weg hebben gehaald dat er een enorme run was op de vlaggen. En ze verstonden ervan versteld dat ik in één keer met de bestelling van 100 vlaggen aan kwam zetten. Die vlaggen hangen dus sinds gisteravond in Anne en Zuid-Laren. Met zo'n 25 man was de groep daar een paar uurtjes zoet mee. Dan is, net wat ik zeg, de reden wel wat sneu. Maar goed, het gevoel was goed. Misschien een klein beetje verdrietig om de reden. Maar voor de rest kijken we terug op een topavond. De boeren verwachten niet dat deze actie in Noordoost-Drenthe ook Den Haag zal bereiken. Maar dat hoeft ook niet. We willen gewoon heel erg graag zien naar onze directe buren en naar de gemeenschappen op het platteland dat dit echt de nood aan de man is. En dat het niet voor niets is dat alle agrariërs samen één ding uitvoeren. Omdat het gewoon ontzettend belangrijk is dat we een toekomst en een bestaansrecht houden. De gemeente A.N. Hunze noemt het een vreedzame protestactie en laat de meeste vlaggen daarom vooralsnog hangen. Een feel-good actie van boeren in Amen tijdens de fietsvierdaagse. Tijdens het fietsen konden mensen even gaan zitten voor een ijsje, genieten van muziek en kregen ze nog iets speciaals mee voor op de fiets. We hebben een positieve boerenactie. Wij bieden hele mooie spatbordstickers aan van de boerenzakdoek. Een flyer om mensen bewust te maken dat ze door het schitterende landschap heen fietsen, wat mede mogelijk wordt gemaakt, ook door de boeren. En we hopen mensen een positief gevoel te geven. En we geven ze verkoeling door ze een heerlijk boerenijsje aan te bieden. Gratis en voor niks. Je noemt het een positieve actie. Heeft het dan te maken met dat er ook negatieve boerenacties zijn geweest? Dat je nu een positieve actie doet? Ik wil niet ingaan op het feit dat er negatieve acties zijn geweest. Wat ik wel heel erg jammer vind, is dat vaak de boerenacties negatief in het nieuws naar voren komen. En dat willen wij met deze leuke positieve actie ook bij de mensen wat wegnemen. En de steun weer terugkrijgen bij de boeren. Hoe druk was het hier vandaag? Het was echt super druk. Heel veel mensen vonden het een superleuke actie. We wilden allemaal stoppen en graag stickers. Dus ik denk dat ik nog een paar stickers bij moet gaan bestellen. Want morgen staan we hier weer voor de groep die vanuit Assen komt. Dus helemaal leuk, ja.
90 militairen van de Johan Willem Friso-kazerne in Assen vertrekken in november naar Roemenië. Ze helpen daar 4 maanden lang bij het versterken van de oostflank van de NAVO en lossen collega's uit Schaarsbergen af. De militairen van de 11e Luchtmobiele Brigade worden gelegerd bij het dorp Sincu in het midden van Roemenië. Daar worden ze onderdeel van een internationale gevechtsgroep die het NAVO-grondgebied moet verdedigen. Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft de NAVO besloten de oostelijke grenzen te versterken. Voetbalster Vivianne Miedema is weer bij de selectie van Oranje op het EK in Engeland. De 26-jarige spits uit Hoogeveen, hier op archiefbeeld, testte vorige week positief op het coronavirus. Daardoor misten ze de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen tegen Zwitserland en Portugal. Oranje speelt zaterdagavond in de kwartfinale tegen Frankrijk. Op zijn elektrische fiets met een bak erachter fietst Henk Brusser zo'n 130 kilometer per week. Onderweg zamelt hij allerlei soorten doppen in voor KNGF geleidehonden. Ja, hier staat de krat, daar is het allemaal mee begonnen. Ik stond een telefoonnummer bij en ik heb die mevrouw gebeld. Ik zeg sowieso, ik woon hier in Aalden. Ik kan het van u overnemen en toen heb ik het inderdaad overgenomen. En zo is het begonnen, de reis van de dop. Zo, ik heb de zak meegenomen en die gaat de krat in. Ik heb de zaak dus overgenomen en ik heb het dus uitgebreid via een aantal andere horecazaken. En daar haal ik dus de doppen, onder andere bier- en frisdrankdoppen, haal ik op. Hey. Goedemorgen, Nathalie. Kom je de dop ophalen? Ik kom de dop ophalen, ja. Ja, ik pak ze voor je. Heb je ze? Okay. Jazeker. Oké. Okay. De doppen, als het goed is, gaat het naar een skateboardfabrikant en daar krijgt dus de stichting geld voor. En dat is ook het mooie zeg maar, doel, zeg maar, daarvan. Het is een kleine moeite. Als je de dopjes van de flesjes afhaalt, dan doen we ze in een apart bakje en dat verzamelen we voor hem. En hij komt hier op de fiets langs, dus het is, kost geen moeite. Letty, bedankt hè. Ja, tot de volgende keer. Ja, doei hè. Hoi. Fijne dag. Ja, want als we kijken naar het kostenplaatje, hoe duur is het om zo'n hond op te leiden? Nou, dat is ongeveer 20.000 euro zo'n hond. Van puppy tot een volwassen hond. En ja, hij wordt ook in gastenzinnen wordt hij opgeleid en getraind. Dus en, ja, dat kost geld allemaal. Vandaar dus die vele vrijwilligers. En mensen die zelf ook doppen verzamelen en dat aan ons geven. Zorgcentrum Anholt in Assen is een meesterwerkrijker. Vandaag onthulde een bewoner en de directie de nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Ja, niet de echte natuurlijk, maar een replica. Maar dan mag de cultuurpret niet drukken. Een meesterwerk onthullen. Dat gebeurt natuurlijk niet elke dag. En dus zijn er bubbels zonder alcohol en speciale nachtwachtgebakjes. Het was in lockdowntijd dat ik iets zag over het Rijksmuseum dat ze met de nachtwacht on tour bezig waren. En toen dacht ik van, oh, maar dat is heel mooi voor hier in Anholt. We hebben een hele mooie ruimte. En dat niet alleen. Ook mevrouw Bouma is groot fan van Rembrandts meesterwerk. Nou, die hele schutterij en dat licht en donker van Rembrandt. En zij kan niet meer naar het museum, maar naar het museum gaan. En ja, dan... was dit een heel mooie gelegenheid dat het museum in huis komt. Hij is net echt. Officiële naam, compagnie van kapitein Frans Banning-Kok en luitenant Willem van Ruitenburg maakt zich gereed om uit te marcheren. Beter bekend dus als de nachtwacht. Het is belangrijk dat je aandacht hebt voor mensen die nou, van kunst en cultuur houden. Dat is niet een hele grote groep natuurlijk, maar ook daar moeten we aandacht voor hebben. En dat we de activiteiten die we er rondomheen bedacht hebben en georganiseerd hebben, ja, dat geeft plezier in het zijn hier. Dat geeft twinkeling in de ogen, dat geeft reuring in de tent, zeggen we dan ook wel eens. En nou, het is gewoon geweldig. Een speciaal Rembrandt lunchmenu, een verhalenbingo met de schilder als thema en een open atelier, zodat bewoners zelf kunnen schilderen. De Anholt pakt flink uit. Het houden mensen van de straat, hè? En niet alleen de bewoners, maar ook omwonenden zijn de komende weken meer dan welkom om de imitatienachtwacht te bewonderen. Al zal er wel altijd één iemand in de weg zitten. Ik ga de hele dag hier zitten. Mooi vooraan. Ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Zal ik zeker doen.
Wat een plaknacht was het, hè. En dan komt er ook nog zo'n tropische dag achteraan. Nou, deze mensen hier bij Nijstad, die hebben het slim bekeken. Lekker afkoelen in het water. Maar vanochtend komt dat water gewoon weer ouderwets uit de lucht van. Ja, want vanochtend trekt de eerste regen- en onweersbuien al over. Vannacht hond die dan ook aan. En op sommige plekken kende er zelfs meer dan 20 mm regen van. Hij lag afkoelen duurde het dan weer niet. Het blief zo'n 18 graden. Ook morgen kennen er nog flink wat regen van, met smorgens ook nog wat onweer. En we kennen eindelijk één lekker bijkom van die hitte, want het wordt overdag maar zo'n 22 graden. Soms wordt het dreugen en ook de nacht is lekker koel met een graad of 12. Maar die verkoeling is maar van keurde duur, want de komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag en dit weekend is het ook nog eens dreugen. Vrijdag is het nog wel vooral bewolkt, maar dan moet het weekend voordat komt de zon er steeds meer tevoorschijn. Zondag is dan de warmste dag met een graad of 27. Maar goed, geen tropische temperatuur meer dus deze week. En wel dat geval nog een vastvalon. Die moet maar naar een subtropisch zwembad. Maar ik heb blijven dit. Heerlijk, Loes. Groot gelijk heb je. Tot zover het Drentse nieuws. Meer vind je in onze app en op de site. Daarop is nu onder meer te lezen dat het komkommertijd is. Maar waar komt die naam toch vandaan? Kijk maar even op rtvdrenthe.nl. Nog een fijne avond en graag tot morgen.